Goedemiddag en welkom bij alweer het derde schaatsjournaal van Weerplaza. Op veel plaatsen gaan schaatsbanen open en zijn ze al open. Daardoor wordt er ook druk geschaatst, met name door scholieren, maar ook door de liefhebbers natuurlijk. Vandaag was het dan weliswaar wat minder mooi weer dan gisteren, want een trok een front over ons land. Daar zat veel bewolking bij en die bewolking is enigszins gunstig natuurlijk voor de ijsvloer. Want zeker bij de Sintelbanen, waar een donkere asfaltlaag onder ligt, is zon niet heel goed... En door de bewolking kon de zon er niet bij en bleef ook de kwaliteit van het ijs lang goed. Daarnaast bleef de temperatuur op veel plaatsen vandaag voor het eerst deze winter ook overdag onder nul. Dus af van afsmelten van ijs was er ook geen sprake. Een enige spelbreker die we wel hadden, naast bewolking trokken ook een gebied met neerslag over ons land. Dat gebied van met neerslag dat trok van west naar oost en uiteindelijk ligt het momenteel boven de oostelijke helft van het land. Daaruit is op veel plaatsen sneeuw gevallen. En die de sneeuw die lopen uit 1 van zo'n 1 tot lokaal 4 of 5 centimeter. Nou, zoals de meeste schaatsliefhebbers natuurlijk al weten: sneeuw op het ijs dat is geen goede combinatie. En zeker niet wanneer het ijs nog niet dik genoeg is. En dat is momenteel op veel plaatsen het geval. Op veel plaatsen zien we ijsdiktes van 4, misschien 5 centimeter op een enkele plek. Op ondiep en stilstaand water is het misschien zelfs wat dikker. Maar goed, 4 of 5 centimeter is natuurlijk niet genoeg om op grote schaal op de schaatsen. Ja, dus de sneeuw kan er ook niet vanaf worden geveegd. En mogelijk gaat deze sneeuw roet in het eten gooien voor eventuele schaatsparet later deze week. Koud was het nog wel vanochtend, met op veel plaatsen matige vorst in het binnenland en op de koudste plek werd het min 6,1 graden, en dat was in het Brabantse volkel. In de kustprovincies was het minder koud en dat kwam omdat daar de bewolking binnen kwam schuiven. Dat hoorde bij het front en onder die bewolking koelt het eenmaal niet zo goed af. Zoals ik al aangaf, vanmiddag op veel plaatsen temperaturen onder het vriespunt en dat was halverwege de middag het geval. En met name in deze strook van het land zijn de temperaturen vandaag nog niet eens boven het vriespunt uitgekomen. Waardoor er sprake is van een ijsdag mogelijk. Dat gebeurt wanneer de temperatuur het hele uitmaal niet boven het vriespunt uitkomt, dus wanneer de temperatuur vanavond weer een beetje begint te dalen, dan kunnen we echt met enige zekerheid zeggen of we uiteindelijk een ijsdag kunnen noteren of niet. Vanwege de sneeuw, maar wel de schaatsbanen die op veel plekken open zijn, blijft de schaatsthermometer op ondergelopen weilanden en daaronder vallen ook de skielen en de sintelbanen. Slootjes, dat kan misschien ook, maar dan met name de smalle en de ondiepe slootjes. Maar de grotere, brede sloten van enkele meters breed en tot een meter diep, ja daar, daar is het ijs uiteraard nog erg onbetrouwbaar en dat raden we ook ten zeerste af. Maar toch konden vandaag wel lekker worden geschaatst op veel plaatsen voordat er sneeuw viel. De ijsbanen lagen er op veel plekken goed bij. Dat komt omdat de afgelopen periode niet veel wind is geweest en we een aantal erg koude nachten hebben gehad. Ja, misschien hebben we nog wel een aantal van die hele koude nachten in het verschiet. Wat misschien gunstig is voor ijsgroei later deze week. Momenteel, dus, ijsdikte zo rond de 4 à 5 centimeter in veel plaatsen van het land op water van ongeveer 1 meter diep. Daar kan nog wat bij komen, dan moet de sneeuw er eventueel vanaf waaien. Maar donderdag en de nacht naar donderdag en de nacht naar vrijdag verlopen heel erg koud. Met in de nacht naar donderdag lokaal min 10 graden. En de nacht naar vrijdag verloopt misschien op sommige plaatsen nog wel een stukje kouder met afgerond wie weet min 11 graden. Nou, Bij een sneeuwdek van ongeveer 1 centimeter op het ijs en dat soort lage temperaturen, groeit dit ijs nog wel een beetje aan. Ligt er, 5, of ligt er ongeveer 5 centimeter op het ijs, ja, dan gaat het allemaal een stuk moeizamer. En bij lichtstromend water kan het ijs dan zelfs wat dunner worden. Dus het is heel erg uitkijken. En vooral het schaatsen op dus de vrijgegeven schaatsbanen, dat blijft het meest verstandig de komende dagen. In het weekend dan lijkt de klat er weer een beetje in te komen. De temperaturen komen dan overdag boven het vriespunt, niet heel veel. En s'nachts dan vriest het ook slechts licht met temperaturen, misschien min 1, min 2 graden, niet meer dan dat. Er gaat ook veel neerslag vallen, kan ook wat regen bij zitten overdag. En dat komt natuurlijk het ijs ook niet ten goede. Toch zie je dat op de lange termijn nog steeds kansen zijn op veel ijs. En dus ook de kou in ons land lijkt nog niet helemaal verdreven te zijn. Koude lucht blijft in de buurt en waardoor op langere termijn bij een draaien van de wind uit de gunstige hoek de koude lucht Nederland zo weer heeft gevonden. Waardoor het ijs misschien wel weer kan aangroeien in die periode. Vandaag zien we dus een sneeuwfront over het land trekken. Daarachter wordt het droog met in de westelijke helft van het land nog wat sneeuwbuitjes. Maar morgen dan verloopt het grotendeels droog. Uit dikkere bewolking kan af en toe een vlokje sneeuw vallen. Maar zoveel als vandaag wordt het niet. Dan zien we in de nacht naar donderdag de opklaringen verschijnen. Ja, en dan gaan de harten van de meeste ijsliefhebbers weer sneller kloppen. Want opklaringen en een sneeuwdekje in de koude lucht, dat biedt garanties voor een hele koude nacht. Maar dan dus temperatuur op sommige plaatsen rond de min 10 graden. Dat zien we ook goed terug in de temperatuurpluim, donderdag en met name de nacht naar vrijdag ook erg koud. Maar in het weekend dan zien we dus de klad in het winter weer komen. Met dan temperaturen toch wel ruim boven het vriespunt, overdag een graad of 5. Maar s'nachts is er nog altijd kans op lichte vorst. Op langere termijn dan zien we een beetje een kwakkelpatroon met overdag temperaturen boven 0 en s'nachts eronder. Maar er zijn genoeg kansen voor de schaatsliefhebber... dat het ijs wat er nu ligt ook een beetje behouden blijft en misschien wel weer kan aangroeien op de hele lange termijn. Maar gezien hoe gezien ver de temperaturen boven nul komen op lange termijn, waarschijnlijk ook in de verwachting, kunnen we ook voorlopig nog niet rekenen op schaatsplezier op grote schaal en al helemaal niet op toertochten op grotere wateren. Morgen volgt er een nieuw schaatsschnel en dan weten we beter wat de sneeuw met het ijs heeft gedaan. En of we misschien tot en met vrijdag op een aantal plaatsen toch nog kunnen schaatsen. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.